gasten, Gamo's hier. Leuk dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe Brawl Stars video. Vandaag is het zover. Ik ga de 19.000 trofeeën halen. Dat doe ik niet alleen. Ik ga lekker duo's doen. Sofianne, die zit bij mij in de klem. Daarmee speel ik vandaag. We gaan gewoon lekker knallen. Sofianne is ook best wel een ervaren Brawl Stars speler met een record van 22.588. Dus dat is best wel hoog. Op dit moment meer dan 20.000. Dus ik denk dat ze best wel hoog staat in het klassement. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Wat raar. Ze staat er niet tussen, maar misschien komt ze uit België. Dat zou natuurlijk kunnen. In ieder geval, we gaan gewoon lekker duo showdown doen. En ik ga de 19.000 trofee halen. En dat doe ik niet zomaar. Nee, dat doe ik met de nieuwe skin. Want ik heb de nieuwe skin van Tara gekocht. Het zal nu even in beeld komen dat ik die skins heb gekocht. Want ik had die van Tara gekocht en die van Bibi. Tijdens die opname was er iets fout gegaan. Dus dat is niet helemaal goed gegaan. Maar die opname heb ik wel. In ieder geval, ik probeerde toen de 19.000 te halen. Lukte toen niet. Nu doen we het alsnog met de twee nieuwe skins. Ik heb ze dus daadwerkelijk gescocht voor deze game mode. We doen één potje met Tara en we gaan ook nog een potje doen met Bibi. Dat gaat sowieso nice worden. En als jullie zin hebben in deze video, smash allemaal dat duimpje omhoog. Zouden we de hoeveel likes? 5000 likes kunnen halen op de 19k video. Het zou super nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn Brawl Stars video's. Maar wel echt nice dat ik nu al de 19.000 trofee heb gehaald. Natuurlijk ga ik voor de 20.000. Maar we zijn in ieder geval goed op weg. En we zijn gewoon al op de helft. Dus dat is in ieder geval heel chill. We beginnen trouwens dit potje wel lekker. Ik moet wel even uitkijken voor die crawl. Maar dit kistje wil ik ook wel graag hebben. En die kunnen we nu ook openen. Prima, dan hebben we nu meteen 3 krachtpunten. En deze bosjes zijn nu van ons. Want volgens mij zit hier helemaal geen knokkers meer in. We kunnen misschien die crawl nu wel killen. Ja, dat gebeurt ook. Oh, daar was trouwens nog een andere knokker. Ik zag in ieder geval dat daar er nog een was. Er komt nu in ieder geval een Mortis aan. Moet ik ook even vooruit kijken. Dat is ook gevaarlijk. Maar die Mortis is ondertussen al weg. En er zit daarboven nu weer een crawl. Is dat nou dezelfde die we net hadden gekillt? En die Mortis die krijgt de hele tijd weer een boost. Lol, er zitten twee crawls bij elkaar in het team. Lol, dat had ik helemaal niet door. En er komt nu een Daryl van die andere kant. We zitten ondertussen niet heel gunstig hier meer. Ik weet niet of mijn teamgenoten door had dat daar een Daryl aankwam. Maar dat is wel even uitkijken. Er zit een Daryl daar ergens. Ik zal hem even waarschuwen. Er zit een Daryl daar. Ik krijg... Oh, daar zit hij nog steeds in de hoek. Even uitkijken. Hier even wat hits. Maar ik ga er mooi vandoor. Oh, die zat samen met de Max. Oh, dat is echt een bizar potje tot nu toe. Die Shelly die gaat die boost pakken. We kunnen hier nu even hits doen. Kom op. Oh, ik moet hier wegwezen. Ik ga even naar deze kant. Het is sowieso best wel bijzonder dat we nog steeds leven. Dus dat is in ieder geval wel chill. Mijn teamgenoot is nu alleen wel dood. Dat is wel fucked up. Maar ja, zolang ik leef vind ik het prima. Ik kan hier even mijn special doen. Om daar even te verdedigen. Come on, come on. Nice. Dan heb ik dit in ieder geval verdedigd. Maar dit ga ik niet overleven. Shit man. Dit was echt een bizar potje. We bleven maar achteraan gezeten worden. Krijgen we min 6 trofeeën. En dat is fucked up. Want nu moeten we natuurlijk weer plus trofeeën krijgen. Om uiteindelijk weer die... hoeveel? De 19k te halen natuurlijk. Maar ik doe nog even één potje met Tara. En hierna ga ik met Bibi spelen. Want ik wil ook even de nieuwe skin van Bibi laten zien aan jullie. Die is zo super vet. Het is echt een van de vetste skins. Dat zeg ik meestal als er een nieuwe skin uitkomt. Maar bij deze is dat ook echt het geval. Hij is echt heel lijp. Wel een beetje uitkijken voor die Piper. Want die doet natuurlijk vies veel damage vanaf afstand. Maar we hebben nu in ieder geval 3 krachtpunten. Dus als je wil even terugtrekken en ervoor zorgen dat we niet zo mega veel mensen achter ons aankrijgen als het vorige potje. Volgens mij zitten we hier redelijk alleen. Dat is wel iets relaxter. Vorige potjes waren er zoveel mensen om ons heen. Daar kon je gewoon niet chill spelen. Dit is iets beter. Er komt nu een Penny aangelopen. Maar die kunnen we in principe denk ik wel hebben. En die Colt, die kunnen we misschien ook wel hebben. Dat is volgens mij één team. Dus als we dit een beetje goed uitspelen, zouden we misschien wel kunnen. Even een paar hits. Of nee, er zitten meerdere teams. Even hier wel uitkijken. Die Colt hebben we ook. Die Daryl kunnen we nu ook wel hebben. Ja, dat gaat ook wel lukken. Maar even uitkijken. Oh shit. Oh, dat anders. Dan wordt hij gewoon gekild door die Piper. En dan komt nu weer een Colt aan. Maar het is in één keer dan toch weer een vet drukje hier zo. Nice, nice, nice. Die kan hij ook hebben. Oh, lekker, lekker, lekker. Dan wacht hij nog even met het pakken van die krachtpunten. Dan ben ik zo tot leven. Dan hebben we toch nog 3 krachtpunten. Dus dat is chill. En we zitten sowieso in de top 3. Dus dat is prima. Maar ja, als je pluspunten wil krijgen, moet je sowieso in de top 2 eindigen. Maar ik zie dat die Daryl en Piper naar boven gaan. Oh, ik dacht even misschien gaan die andere killen. Even uitkijken. Ja, het zou nice zijn als je die boost kan pakken. Maar dat gaat niet lukken. Oké, hier weer even uitkijken. Want ik ben ondertussen al bijna weer dood door die Piper.
Oh man, dit is echt spannend. We moeten sowieso tweede worden. Anders hebben we echt helemaal niks aan dit potje. Maar dat gaat er natuurlijk helemaal van afhangen wat die anderen gaan doen. Die Piper heeft volgens mij niet zoveel gedaan. Er komt een Daryl aan. Die gaat nu denk ik wel dood. Ja, die gaat nu dood. Dus dat is chill. En we hebben niks voor hoeven te doen. Die maakte zichzelf dood. Dan kunnen we misschien nu gaan pushen. En ervoor zorgen dat we hier even kills gaan maken. Ja, oké. Okay, het is nu showdown. Je moet wel even een beetje uitkijken. Er is nog één iemand. Waar zit die? Oh, die pleegt zelfmoord. Nice, dan hebben we dit potje wel gewonnen. Lekker man. Hoezo gaat hij niet dood? Oh, hij gaat nu pas dood. Scheelt weer. Ik heb hem wel gekild. Ja, in ieder geval hetzelfde als mij gekild. Maar dit potje hebben we gewonnen, dus dat is chill. Dan maakt het vorige potje weer een beetje goed. Dan ga ik nu even een potje met Bibi spelen, want we hebben nu nog 4 punten nodig. Dan gaan we even kijken of ik dat met Bibi kan halen. Ik heb hier Bibi staan. Dit is zo'n lijpe skin. Check dan, die ziet er echt super vet uit. Doe even allemaal een duimpje omhoog voor deze skin. Hij kost ook gewoon 150 edelstenen. Ja, dat heb ik dus nu niet echt aan het begin laten zien. Maar daar ben je gewoon 10 euro voor kwijt ongeveer. Dus dat is wel ziek. Zo'n Jan heeft gewoon dezelfde skin. Ja, het is echt een lijpe skin. Volgens mij hebben best wel wat mensen deze skin gekocht. Maar we gaan gewoon weer lekker spelen. En we moeten minimaal tweede worden, ja, als team. Dus in principe is dat niet heel moeilijk. Maar ja, als we nu weer laatste worden, of één na laatste, dan moeten we daarna natuurlijk weer beter spelen. Moeten we weer plus trofeeën krijgen. We gaan het wel zien. Ik ga in ieder geval gewoon lekker met Bibi spelen. Is denk ik alleen niet de geschikte knok voor deze game mode. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga het alsnog proberen. Nu wel eventjes weg hier zo. Want die Daryl is wel irritant. Er is een Shelly en die is samen met de Piper. Dat is op zich wel een gevaarlijk team. Weet je, zo'n team kan je eigenlijk beter hebben dan wat ik nu heb. Maar ja, prima. We hebben in ieder geval weer een krachtpunt erbij. En misschien dat we die Shelly een beetje in kunnen sluiten. Dat zou misschien wel kunnen. Ik ga even mijn best doen. Even kijken, want met mijn eerste hit ik hem natuurlijk weg. Oh, er komt alweer. Oh, die Piper die kan natuurlijk niks. Dus op zich is dit wel prima. Ja, dit is wel prima. Want die Piper kan natuurlijk niks van dichtbij. Ik wou al weglopen, maar dat doe ik natuurlijk niet. Oké, 1 team uitgeschakeld. Dat is chill. Oh shit, er is een Colt. Oké, hij heeft niet door dat ik hier zit. Dus ik blijf mooi eventjes hier rondlopen. Want dan is die boost zo meteen weg. Dus dat is chill. We gaan nu even hier Oh shit. Dat was niet zo heel slim. Die Daryl gaat nu denk ik alsnog dood. Wat gaat die Daryl doen? Oh shit, mijn teamgenoot is nu wel dood. Oh nee, en die Colt is nog geboost. Nee. Shit, dan zijn we 4 geworden. Dat is net niks, want daarvoor krijgen we hoeveel min? -5. Oh, fuck. Dat is wel een beetje shit. Oké, ik probeer het nog 1 keer. En anders gaan we gewoon weer, zeg maar, terug. Dan ga ik geen Bibi meer wezen. Dan ga ik gewoon weer Tara wezen. Want die is toch net iets chiller voor deze map. Want anders gaan we misschien weer vet om in trofeeën krijgen. Dat wil ik natuurlijk ook niet. Ik zal deze wel pakken. Oh, hier liggen ook nog een paar doosjes. Dat is wel chill. Maar stel we worden nu eerste, ben ik volgens mij nog steeds rank level. Weet ik trouwens niet helemaal zeker. Of misschien net niet. Maar in ieder geval, dat zien we wel. We moeten gewoon eerste of tweede worden. Dat is één ding wat zeker is. We beginnen in ieder geval wel weer lekker met veel krachtpunten. Want we hebben er nu al 5. En ik zag dat daar... Ja, daar is ook nog een team. Die kunnen we misschien wel hebben. Het is een Daryl en een Ems. We gaan ze gewoon lekker opsluiten. Oh, die Ems is nu al bijna dood. Ik kan... Oh, shit. Die had natuurlijk door dat ik daar aankwam. Oh, lol. Ja, die special, die doet helemaal niks. Want ze komt niet in de buurt. Nou ja, dikke prima. Dan kom ik er alweer aan. Wat zullen we doen? Kom, ja, oké. Ik zal even hierheen gaan. Hier om de hoek. Als hij even een paar hits heeft gedaan, dan kom ik tevoorschijn. Ja, nu kom ik tevoorschijn. En nu komt ze inderdaad geen kant meer op. Dan gaan we nu achter die Daryl aan. Maar ik denk dat hij gaat vluchten. Dat moet haast wel. Ja, inderdaad. Oh, maar die heeft nu wel zo'n woede. Dus die is nu in 1 keer wel gevaarlijk. Ondanks ook al heeft hij maar 1 krachtpunt. Met zo'n energiedrankje ben je zo sterk. Dat is niet normaal. Oké, mijn teamgenoot heeft energiedrankje. Dan kunnen we misschien nu die Daryl killen. Ja, dat gebeurt ook. Dan gaan we nu volop in dat tank. Oh, daar is een andere Daryl. Deze moeten we hebben. Come on. Even 1 hit. Ja, nice. Hebben we 11 krachtpunten. Dit zou kunnen worden. Even hier. Come on, bitches. Hier, kom maar op. Ja, oké, ik heb weer even een energiedrankje. Even mijn special, die wou ik inzetten. Gebeurt uiteindelijk niet. Maar uiteindelijk, Sofianne, die killt nog best wel wat. Hij heeft 13 krachtpunten. Maar dit gaat wel lastig worden. Want hij moet tegen 2 en die hebben allebei 5. Maar als hij die Daryl weet uit te schakelen, dat scheelt al een hele hoop als dat gebeurt. Oké, nice. En nu kan ik deze killen. Nice, mijn special erbij. En dan hebben we hem gekillt. Lekker hard. Zijn we nu eerste geworden met Bibi? Dan ben ik benieuwd of we nu de 19.000 trofeeën hebben. Ik hoop het wel. Ja, ik weet het eigenlijk niet.
Of komen net te komen. Ja, precies, precies. Hoe nice is dat? Precies 19.000 trofeeën. Dit is wel echt heel chill. Oh, dit is echt nice. Thanks Sofianne voor het meedoen. We doen tot slot nog maar even één ander potje. Ik wil op zich nog wel met Sandy even één potje spelen. Sandy is zo'n chille knok. Gaan we nog even één laatste potje ownen met Sandy. Gaan we nog een keertje eerst worden. In ieder geval, dat hoop ik dan. En dan wordt het altijd eind van deze video. Maar het is gelukt. We hebben de 19.000 trofeeën gehad met twee nieuwe skins. Lekker man. Dan doen we nog één laatste potje. Dan gaan we even over de 19.000. In ieder geval, dat is de bedoeling. Als we er nu weer onder gaan, het zou fucked up zijn. We moeten gewoon minimaal derde en het liefst eerste of tweede worden. Dat is eigenlijk wat ik dit potje wil. Maar daar gaan we achter komen. Dit wordt in ieder geval het laatste potje van deze video. Maar weet je hoe ziekvol ik hiervoor heb moeten spelen, joh, om dit te halen? Ja, hier hebben we in ieder geval één krachtpunt. Waar hieronder nog dingen of kistjes? Ik heb geen idee. Nee, volgens mij niet. Daar moeten we trouwens wel even uitkijken. Nice! Lekker, 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 lekker. Oké, ik ga eventjes via boven. Dan kunnen we hem mooi insluiten. Ja, nice. Dan hebben we nu mooi 4 krachtpunten. En we zijn sterk. Gaan we die boost alvast pakken? Oké, let's go. Let's go, let's go. Gaan we gewoon lekker naar het midden even kijken of we nog meer kills kunnen maken. Ik denk dat hier in de bosjes wel iemand zit. Oh, daar is een Leon. Die kunnen we wel hebben. Ja, die hebben we inderdaad. Dus dan... Oh, nee! Zul je altijd zien, hè? Zul je altijd zien. Dat is zo fucked up. Oké, gelukkig kan Sofianne nog goed maken. Oké, nice. Die kan misschien die Bibi daar killen. Gebeurt niet, want uiteindelijk is daar een Mortis. Oh, dat was echt fucked up. Zul je altijd zien dat precies op het moment dat ik dan weer tot leven kom... Dat dan een Daryl tevoorschijn komt. Maar oejo, er gebeurt daar behoorlijk veel. We kunnen misschien even hier kijken of we een kill kunnen maken. Die... Mortis, ah, die gaat net weg, die gaat net weg. Come on, ja, nice. Lekker, dat is showdown, oké. Dan hebben we het nu officieel. Misschien, oh, ik ga hem wel pakken. De Sofianne is daar druk bezig. Dan pak ik hem maar. Even kijken of we hier nu een kill kunnen maken. Let's go, ja, inderdaad. Nice, met Sandy win je zoveel. Dat is niet normaal. Maar nu hebben we ook gewonnen met Sandy. En dan zitten we nu officieel over de 19.000 trofeeën. Dus dat is wel even lekker. Weet je, dat is toch net iets chillen gevoel. Niet als je één potje verliest dat je er meteen weer onder zit. Maar hoe sick is dit? Gewoon met de twee nieuwe skins even de 19.000 trofeeën halen. Sofianne, bedankt voor het meedoen. En dan laat het hierbij voor deze video. Vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soortgelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouwzami. Let's go!